Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus, uw online bloemist en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel erg leuks maken. Ik heb zin om hem op te maken. We gaan namelijk een herfstboompje maken. Ik heb de prachtigste materialen, lekker lang houdbaar, dus je kan de hele herfst ervan genieten. Dus ik zou zeggen, heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En we gaan natuurlijk een super gaaf seizoen in herfst en daarna komt de kerst. Dus het is gewoon echt super leuk om te volgen. En mocht je het pakket van vandaag bestellen, je kan hem zowel compleet met frame als het losse frame als de losse bloemen bestellen. Dat is nieuw in onze webshop. Ga dan voor naar het linkje hieronder in de beschrijving of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan een kopje cursuspakketten, dus je kan hem compleet bestellen of je kan ook een deel ervan bestellen. Als je zelf misschien al een mooi frame hebt of hem ergens anders op wil maken. Goed, heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Gaan we een herfstboompje maken en ik heb een geweldig leuk frame, mooi industrieel, en daar gaan we mee aan de slag. We gaan vandaag werken met mooie herfstmaterialen die ik kan laten indrogen. Ik gebruik hiervoor steekschuim. Ik gebruik normaal steekschuim die ik droog gebruik. Je hebt ook steekschuim die speciaal is voor droogbloemen. Is ook echt prima, kan je ook goed gebruiken. Maar ik vind het vaak, want ik heb vandaag wat fijnere materiaaltjes ook. En die zijn ook wat kwetsbaarder. Dan werk ik toch liever met normaal steekschuim omdat het wat zachter is. Maar beide is goed als je, als je daar liever mee werkt. En die ga ik hier inzetten en dan gaan we met mooie materialen werken die je dus lang kan gebruiken. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb hier een prachtig mooi frame en daarbinnen doe ik steekschuim. Dit keer gebruik ik hem dus droog. Normaal gesproken met verse materialen altijd eerst nat maken. Maar vandaag doen we dat dus niet. Dan snij ik even zodat hij er precies tussen valt. Ik kan bovenin nog even een extra ijzerdraad doen. Dan zit het helemaal stevig vast. Ik sla hem even naar binnen en dan zit het echt heel mooi stevig vast. Goed, kunnen we gaan beginnen met het decoreren. Ik heb heel veel mooie materialen, zoals mooie vruchtjes in diverse soorten. Droog materiaal en besjes, dus we gaan gewoon lekker beginnen. Ik begin met de besjes, maar ik zet het vast met een krammetje. Maar je kan ook lijm gebruiken, wat je zelf fijner vindt. Ook beide is mogelijk. En je kan het gewoon in kleine deeltjes gebruiken. En ik verdeel alles er rondomheen. Dan heb ik droogbloemetjes, die zijn gefriesdroogd en daarna met een kleurtje gebruikt. Die gebruik ik in kleine delen. Dan heb ik wat gedroogde katamers. En ik let goed op dat ik naar boven steek, zodat ik het echt tot bovenaan in de punt steek. Thank you.
Dan heb ik wat vruchtjes en deze lijm ik. Best is om koud lijm te gebruiken. Vaak vind ik het ook wel makkelijk om warm lijm te gebruiken, want het gaat lekker snel. Maar eigenlijk is het beste om op dit soort materiaal koud lijm te gebruiken. Dan heb ik wat appeltjes die ik ook met koude lijm even vastlijm. En dan gebruik ik ook wat heide en die zet ik in bundeltjes heel kort in het stuk, dus echt. De bovenkant van de heide knip ik eraf. Je kan gewoon een plantje heiden en dan de topjes kan je daarvoor gebruiken. Heb je de plant afgeknipt, kan je hem gewoon nog weer in de tuin zetten. En de kleur zou uiteindelijk wel wat donkerder worden, maar qua kleur past hij er heel mooi bij. Dan heb ik ook nog wat strobloemetjes. Qua kleur natuurlijk prachtig. Dan gebruik ik om het echt het allerlaatste kleine steekschuim weg te werken een klein beetje Tillandsia. Het zijn echt mini stukjes wat je nodig bent, want ja, het meeste is natuurlijk al mooi weggewerkt. Het is mooi rijk gevuld. Als je het klaar hebt, maak het nog eventjes af met een mooie slinger. Een Diplo slinger. En dan hebben we een prachtig mooi herfstboompje. Dit wil je toch? En dan hebben we echt een heel gezellig boompje gemaakt. We gaan straks weer de donkere tijd in. En dat heeft ook wel wat gezelligs en knus. Dus je kan er ook heel leuk lampjes aan toevoegen. Ik ben er altijd gek op. Hij is zo ook al erg leuk. Je kan hem bij de deur neerzetten onder een overkapping. Je kan hem binnen neerzetten, buiten. Je kan er alle kanten mee op. Best is wel natuurlijk niet volop in de regen. Maar ik vind het dus gezellig om er lampjes aan toe te voegen. Hè? Maakt het toch altijd net wat knusser. Maar je kan hem dus met of zonder lampjes bestellen, wat je zelf leuk vindt. Erg leuk. En dan moffel ik altijd een beetje de lampjes ertussen weg. Dan
Ja, en dan zou ik even de lamp uitdoen en dan kunnen jullie zien hoe gezellig dat lijkt. Dit is toch helemaal leuk. Wil je dit nou graag zelf maken? Je kan zowel het frame als de losse materialen bij mij in de webshop bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt een ander kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zie je mij weer bij een volgende video. Laat hieronder vooral even weten wat je van deze video vindt. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. Ik lees alles. Dus reageer je vaker. Dank je wel daarvoor. En tot de volgende keer. Doei!